We hebben vandaag een ander soort video voor jullie dan normaal. Wat is je droom om nog te doen met paardjes? Als dat je instelling is om een bit te gebruiken in plaats van ik wil verfijnde hulp geven, dan... Je hebt hier de hoofdstalhaken, daarboven... Ah, er komt de spin weer. Oh, gadver. Op dit moment zou ik het liefst nog een paard bij willen waar ik alles mee mag. Ja, precies. En een paard waar mijn moeder ook makkelijk op kan als Brownie niet mee mag. Want... Hoi allemaal! Oh. Welkom weer bij deze nieuwe video op mijn kanaal ProVenne. We hebben vandaag een ander soort video voor jullie dan normaal. Wij gaan namelijk vandaag de zadelkamer opruimen. Daar staan wij nu. Zadelkamer hebben jullie denk ik ook nooit eerder echt uitgebreid gezien. Ik ga eerst uitgebreid filmen hoe die er nu uitziet. En dan gaan we hem helemaal opruimen en de inrichting iets veranderen. En dan laten we hem opnieuw zien. En tussendoor zullen we ook allemaal vragen en dit of dat beantwoorden. Dus moeten wij tussen twee dingen kiezen. Want ik had op Insta in mijn story wat geplaatst en daar zijn reacties op gekomen. Dus dan gaan we ook lekker verhaaltjes vertellen en tegelijkertijd opruimen. En ja, veel plezier met kijken. Oké, ik ga even een rondje doen hoe de zadelkamer er nu uitziet. We hebben een mooi lichtje erbij. Hier loop je naar binnen toe. Ik heb een beetje zo'n fish island. Hier ligt allemaal troep. Hier ligt troep. Hier ligt, over, hier ligt nog een boomloos zadel die ik niet meer gebruik. Die moet ik verkopen. Hier liggen allemaal dekjes. Die horen allemaal in de kast. Hier heb ik heel veel hoofdstellen hangen. Ook over elkaar heen. Hier heb ik een zadelsteun. Ergens onderop ligt Juma's zadel. En ligt een zadeltas en allemaal dekjes ook weer. En dan heb ik hier links een kast die echt één grote bende is. En hier drie zadelsteunen, dat hangt lekker scheef ook, drie zadelsteunen. En hier hebben we dan nog een kast met dekjes en dekens. En hier hebben we ook nog wat dingen hangen. Voor nu gaan we dit even wegzetten. Zodat we alles uit de kast die kant op kunnen gooien. En uiteindelijk wil ik hier nog, in plaats van deze kast wil ik even draaien zo. En dan wil ik hier uiteindelijk nog een rek maken waar je dekjes op kan hangen, zo'n dekjesrek. Alleen dat hebben we nog niet, dus dat ga ik binnenkort even aanschaffen of in elkaar knutselen. Zodat we dat dan volledig af kunnen maken qua dekjes. Maar we gaan aan de slag, want we hebben genoeg te doen. Whisky komt ons helpen vandaag. Hey Bis! We hebben hier nu dus dit deel uitgehaald. En in één keer heb ik een ruime zadelkamer. Dat voelt echt heel raar. Ja. Dus nu is deze kast aan de beurt. Oké. We beginnen met het eerste dilemma vraagstuk. Ik heb even mijn telefoon erbij, want daar staat het op. Even denken. Laten we heel simpel beginnen. Bos of strand? Oh, ik vind het niet simpel. Ik denk dat ik nu een keer het strand zou willen, omdat ik er niet zo vaak ben, denk ik. En voor als je vast je paard ergens hebt staan? Nee, dan bos. Ja, ik ook. Sowieso bos, want dat verandert ook nog. Ja. Want nu is het zeg maar herfst en dan is het weer voorjaar. Ja, en op een dag als vandaag, het is koud en er is wind. Maar als wij het bos in rijden met paarden, is het windstil. Ja, dat klopt. En met regen is het op zich ook nog niet zo heel erg. Ja, je hebt wel grote druppels. Ja, met regen inderdaad is het ook niet. Dan merk je het vaak in het bos niet. Dan kom ik terug en is het, ja, ben je iets zei ik nat geweest? Ik denk van, regen? Ja, precies. Daar heb je die bladeren voor. Dus wij kiezen allebei voor bos. Maar strandvakantie is altijd leuk. Ja, vooraf is het denk ik leuk. Oké, de rest komt straks. Alright. Jij weet ook gewoon echt niet wat de vragen zijn. Nee, is het leuk? Ik heb het dus nog niet, ik heb het zelf gelezen op mijn telefoon. Maar Celeste heeft geen idee wat alle vragen zijn. Nee. Ik ga schoonmaken. We hebben even een sopje gepakt, dan kan Celeste schoonmaken en dan kan ik dingen uit gaan zoeken, want ik weet wat ik heb en wat ik wil houden en wat weg mag. Dus... Nu gaat ze de poetskoffer schoonmaken. Kijk! Zie je ons wel beneden? Nee. Uh-oh. Ik vind schoonmaken dus echt best wel leuk. Ben je nu te zien? Ja, jij bent nu te zien. Hey! Iedereen mij zien poetsen. Ik weet er eentje uit mijn hoofd.
niet gereageerd is. Oh. Dat is bit of bitloos? Bitloos. Wij rijden allebei de paarden bitloos. Ik wil niet meer met bit. Ja, dat heb ik ook een beetje. Dat heb ik ook. Ik denk dat ik nergens meer kan rijden. Zeg maar alleen buiten jou kan ik gewoon nergens meer rijden nu. Omdat ik het allemaal gewoon niet meer wil. Ja, en ik rij soms zelf andere paarden nog wel met bit. Maar als je zo gewend bent om te zien hoe blij mijn paarden zijn geworden sinds ik geswitcht ben naar bitloos. Hoe, zeg maar, Fenna heb ik bitloos beleerd, maar Brownie heb ik vroeger altijd met bit gereden. En als ik dan filmpjes terugkeek en foto's terugkeek, had ze zo vaak de mond open. Of als ik dan iets te veel druk gaf, dan trok ik gewoon kaart aan op bit. En ik merk gewoon dat dat heel anders is geworden. En ik denk niet per se dat een bit slecht is voor paarden. Maar ik denk dat er maar heel weinig mensen in deze wereld zijn die goed kunnen omgaan met een bit. Ik denk dat 90% van de mensen die met bit rijdt, daar niet op een juiste manier mee omgaat. Toch net te vaak even hard aan het bit trekt. Of, ja. Ja. Ja, dat denk ik, heb, ja, en ik heb die switch naar Australië gemaakt. Daar reed de paarden wel gewoon met bit en dat vond ik ook gewoon prima. Maar daarna had ik zoiets van, waarom rijdt Brownie eigenlijk nog met bit? Want de reden waarom ik Brownie... shit, ben ik trouwens in beeld? Ja, ik ben in beeld. De reden dat ik Brownie een bit indeed, was eigenlijk alleen maar... op het moment dat ik dacht, oh, ze is druk vandaag en ik ga buiten, laat ik een bit indoen, anders kan ik haar niet houden. Yeah. Of, oh, ga dressuur rijden en dan kan ik sterker zijn. En als dat je instelling is om een bit te gebruiken in plaats van, ik wil verfijnde hulpen geven, dan moet je bij jezelf nagaan van... Waarom gebruik ik het? Gebruik ik het om controle te hebben of gebruik ik het om mijn hulpen te verfijnen? Hij is nog een beetje nodig. En in mijn geval was dat echt wel dat ik het nodig had om controle te hebben. En toen dacht ik, ja, dat wil ik niet. Dat is niet de manier waarop ik met mijn paard om moet gaan. Hey you. Don't make it bad. Take us. Het is ongeveer hoe het hele nummer gaat. Hoor. Oh, nou, dan kan ik. Remember. To let her into your heart. Oh ja, dat komt ook nog. Ik heb deze mogen bedenken. Stop. Ik snij deze helemaal gelet. Oh ja, dan moet je hem wegdoen. Take a set song. And make it better. Oké, we moeten echt even naar een ander nummer gaan doen. Oké, inmiddels hebben we hier allemaal spulletjes liggen. Hier heb ik een tas leeg gegooid om te kijken wat er weg mag en wat ik wil houden. Hier is dus de kast al deels leeg. En hier is Celeste nog steeds. Yes. Oké, Celeste gaat deze muur schoonmaken. Dus ik film even een before. En dan filmen we straks even een after. Ik zet jullie voor de rest even hier neer. Daar gingen jullie. Even kijken. Oh, deze. We leren elke dag. Deze is leuk. Liever een veulen die je zelf op moet voeden en trainen of een 15-jarig paard? Veulen? Ja, veulen. Ik vind... Veulen vind ik, ik wil sowieso eigenlijk ooit een veulen. Het liefst van Ravenna wil ik heel graag nog een veulen. Want dan kan je die zelf alles leren op jouw eigen manier. En een 15-jarig paard vind ik met de paarden die ik nu heb net te oud. Want Ravenna mag nooit meer hoog springen of sport in of wat dan ook. Ze mag waarschijnlijk wel een lager sprongetje recreatief, maar niet meer. Brownie mag absoluut niet meer springen en Juma rijdt niet op. Logisch, die is klein. Dus als ik een 15-jarig paard erbij koop, dan de ambities die ik heb nog met een paard, kan ik daar niet mee doen. En met een veulen kan dat natuurlijk de eerste jaren nog niet, maar uiteindelijk kan je dan wel met een veulen alles nog doen wat ik nog wil bereiken met een paard. En dat zit er gewoon niet meer in met de paarden die ik nu heb. Ja, dus ik wil het liefst ooit een veulen van Ravenna, maar dat ligt natuurlijk aan, want waar de paarden nu staan kan dat niet. Dus dan zou dat over een paar jaar moeten zijn als wij verhuisd zijn, ooit in de toekomst. Of ik koop er ooit nog in de toekomst een 3 à 4-jarige bij. Deze mag voor de verkoop. Ik was voor de rest nog even met de muur bezig, sorry. Maar ik luister wel. Ik zou ook een veulen willen. Zelfde reden een beetje. Maar ja, jij riep eerst veulen inderdaad. Ja. Zelfde reden? Nee, ik wil gewoon eigenlijk geen paard. En als je zou moeten kiezen tussen een veulen en een 6-jarige of zo, dus dan niet oud. Nee, dan zou ik misschien wel 6-jarige doen, want het is wel gewoon echt heel veel werk. En je moet er echt wel veel verstand van hebben en zoveel verstand heb je er niet van. Ja, ik zou dat ook doen. Want
nu. Op dit moment zou ik het liefst nog een paard bij willen waar ik alles mee mag. Ja, precies. En een paard waar mijn moeder ook makkelijk op kan als Brownie niet mee mag. Want Brownie mag gewoon, Brownie mag niet meer heuvels opgaloperen, mag niet meer racen, mag niet elke dag bereden. Zeg maar, niet, elk paard mag niet elke dag, maar Brownie mag standaard maar 3 à 4 keer per week gereden worden. Dus het liefst heb ik er dan nu, een 6-jarig zou ik erbij willen. Voor mij en mijn moeder. Maar als ik het over de toekomst heb, zou ik kiezen voor een veulen. Ja, het ligt er echt aan hoe, in welke situatie je zit eigenlijk. Ja. Dat is het gewoon een beetje. Maar ik zou misschien wel later gewoon, als ik gewoon met pensioen ben of zo. Dan, als ik gewoon lekker tijd heb en alles. Dan zou ik wel graag een paard willen. Maar dan zou ik misschien juist wel iets ouder paard hebben. Die gewoon niet per se meer heel actief, maar gewoon lekker dat ik lekker bosritjes kan maken. Ja, en springen dan? Ja, dat is wel ook leuk. Ligt een beetje aan. Dus hier ben ik dan maar gewoon bang. Ja, het ligt natuurlijk aan, want er zijn ook paarden met Brownie's leeftijd, van Brownie is 17, waar je wel nog alles mee mag doen, maar gewoon op een rustig level in de zin van dat paard is relaxed en je kan hem 1 keer in de week ook oppakken. Ja, precies. Dat zoiets zou ik dan inderdaad wel willen. Kijk, daar is de muur al wit. En daar is de muur nog helemaal vies. Dat verschil. Je bent echt goed bezig. Thanks. Doe mijn best. Oké, huidige staat is dat die kast leeg is. Dat Celestia aan het schoonmaken is. Dat al die spullen die in die kast horen qua dingetjes daar nu liggen. Dat gaan we daar zo weer inruimen. Ik heb wat dingen gesorteerd. Deze hoofdstellen ga ik verkopen. Dat halsje ga ik verkopen. Dat allemaal afval weg mag. Die poetskorf moeten we nog even uitzoeken. Dus ja. Veel spinnen. Oh, en de muur is helemaal weer wit. Even after nog. Oh ja. Is de after. Die muur is wit. Deze muur is weer wit. Wow, dat knapt echt op. Deze muur is weer wit. Ja, hè? Ja, dit probeer ik een beetje zo te doen. Werkt ook wel. Zie? Zie, dat gaat best goed. Had ik eerder moeten doen. Oké, alles wat ik hier op de grond heb liggen, ga ik nu weer in de kast terugzetten. En even een doekje overheen halen. Zodat we die kast weer helemaal geordend hebben. Ik heb best wel wat dingen weggelegd qua weggooien of verkopen. Dus alles wat hier nog ligt, zet ik in de kast. Heb ik geordend in bakken en komt er weer in. Yes! Zo, alle caps zitten erin. Kom je helpen, Wis? Kom je helpen? Ik doe het al. Oké. Wat ben je aan het doen? Dat is betadine of jodium iets. Om te ontsmetten voordat ik... Even kijken, wat moest ik toen doen? Toen moest ik gewoon het wondje ontsmetten van Brownie. Oh ja. Dus dat heb ik over nu. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Het is weer tijd voor een dilemma. Wat is je droom om nog te doen met de paardjes? Ik zie jou niet. Ik zal jou even... Wat is je droom om nog te doen met de paardjes? Ik wil nog een keer achter Brownie skiën. Dat heb je niet gedaan, hè? Nee, dat wil ik echt heel graag. Dan gaan we dat doen. Als er sneeuw ligt, hopelijk nog een keer. Ja, dat kan namelijk met Brownie. Dat heb ik zelf al wel vaker gedaan. Dat is echt zo vet. Oh leuk, dat gaan we doen. Ja. En achter Juma sleeën, dat kan ook hè. Oh ja!
dat ook. Gewoon dingen met sneeuw nog meer. Sneeuwspelletjes, oké. Okay. Nee, voor mij, ja, mijn grootste bucketlist ding met Brownie was op het strand met nekroop. Maar ik heb ondervonden dat Brownie op het strand toch wel iets te veel spanning had om op nekroop te gaan. Dus met Brownie heb ik niet echt meer een grote droom of zo. Vooral gewoon genieten van hoe ze is. Whisky. Gewoon genieten van hoe ze is. En... Sorry, even omdraaien. Oh, oh. Ik heb even alles schoongemaakt van ondertussen. Kijk, we hebben hier een schoon bakje. Yes. Oké. En mijn droom met Yuma ook gewoon genieten en hopen dat ze oud wordt. Want Yuma is al 20 inmiddels. En met Ravenna, ja, toch wel dat we weer mogen crossen na haar blessure. Dus zeg maar eigenlijk wat ik al gedaan heb met haar, hopen dat ik dat in de toekomst ook weer mag doen. En met Ravenna lijkt mijn nekroop op het strand me ook wel een ding. Dat gewoon nekroop op mijn strand met een paard is gewoon een doel van mij. En ik dacht ooit dat Brownie wel de juiste kandidaat daarvoor was en dat bleek niet zo te zijn. Toen heb ik het hoofdstel niet afgedaan. Maar misschien ooit met Ravenna kan het wel. Ja, wie weet. Dus, dat was onze droom. Dus wij gaan skiën van de winter. Heb ik echt zin in. Ik hoop echt dat er sneeuw komt. Ja, en dan kan ik er ook op zitten. Dan kan ik er mooi remmen. Dat is echt slim. Dan stuur jij. Dan... Ja, oh, dat is veel makkelijker. Fucking nice. Ja, dat gaan we doen. Ja, dat gaan we echt doen. Dat is echt leuk. Oké, wat gaan we nu doen? Mag ik weer schoonmaken. Ik ga verder met de kast. Ik ga haar bakje schoonmaken. En dan kijk jij weer wat je daarin wil hebben zo. Ja. Toch? Ja. Jongens, het begon net te laat, maar er zat echt een hele dikke huidspin. Oh, godverdomme. Ja. Oké, ik ben nu hier even de hoofdstel aan het uitzoeken. Zodat ik die touwen van de grond ook weer hier ergens op kan hangen. Zo'n behulpzame katten. Oh, daar komt de huispin weer. Kijk jongens. Oh, kijk, daar zit hij. Oh, gadver, hij is slecht. Oh mijn god. Oh, gadver. Is dit dan voor gekke zaken? Hij is echt mega. Ze lacht me gewoon uit. Dat is mijn spin. Maar een spin, dat beest kan me doden. Ja joh. Kijk waarop jij rijdt. Dat is een voor de fucking spinnetje. Ja. Oké, ik heb echt veel meer haken hier nog nodig. We moeten eigenlijk hier... Je hebt hier de hoofdstalhaken, daarboven... Ah, er komt een spin weer. Oh, gadver. Gaat ie. Oh. Hier, heb je vier haken. Daarboven moeten we eigenlijk nog vier zulke haken doen. Voor halsters of zo? Ja, voor touwhalsters. Celeste moet vanavond terug naar huis met de trein. 7:45 de uiterlijke. Voor mij, vlogje. 7:45. Kan wel toch? Ja. We hebben nog wel gezet. Zeker. Oh ja, voor het geval jullie trouwens afvroegen waarom Celeste niet nu. Waarom ik er maar een andere bijrijder bij heb gevonden. Is omdat Celeste dus hier niet dichtbij woont. Celeste woont ruim een half uur met de auto. Maar ze heeft ook zelf geen rijbewijs. En ze is al druk met school. Dus om 3-4 dagen hier te komen is voor Celeste niet echt een optie. Met corona wel, maar... Ja, de eerste lockdown hebben wij echt om de dag samen gereden. Ja. En toen bedacht Nederland in één keer hoe ze om konden gaan met corona en toch thuiswerken en les te doen. Waardoor je in één keer niet meer alle tijd had. Nee. Ja. Oké. Ben je klaar voor de laatste twee dilemma's? Ik ben er klaar voor. Shetlander of rijpaard? Rijpaard. Je rijpaard. 100%. Ja. Ik hou heel veel van mijn Shetlander hoor, maar met een rijpaard kan je gewoon veel meer en kan je makkelijk mee op vakantie en dan rijden en dan crossen en doen. En mennen is toch, ik men met Yuma natuurlijk, maar mennen is toch wat lastiger. Ja. Liever een koudbloed paard en een warmbloed Shetlander of andersom? Dus zou je een groot, zeg maar, ik denk dat het bedoeld wordt als een warmbloed halflinger, zeg maar. Ja. En een koud. En een, ik bedoel. Dat Brownie een koud bloed zou zijn. Zo. Dat Brownie. Ik heb hier al heel lang over nagedacht. Want ja. Hij is gisteren ingestuurd. Maar Brownie zeg maar als koud bloed. Of, en Yuma dan als warm bloed. Heb je dan liever Yuma als warm bloed of Brownie als koud bloed? Zeg maar in die zin.
Ik zou brownie als koud bloed willen, omdat ze dan... Het enige lastige van brownie is dat ze heel snel dat stukje Arabier wat in haar zit laat zien. In de zin van dat ze heel snel dingen heel spannend vindt. Ja. En dan zou ik toch liever dat koeler erin hebben van dingen niet heel eng vinden. Ja. Want dat... Yuma zou ik niet als warm bloed willen hebben. Want juist wat ik juist het fijne vind van Yuma's karakter is dat ze zo relaxed is en niet snel naar dingen kijkt. Ja, klopt. Dus ik zou zeker niet een Shetlander willen met warm bloed karakter, maar een warm bloed met... Deels koudbloed karakter wel, zeg maar. Koudbloed is ook heel verschillend, hè? Want Ravenna is ook een koudbloed, maar die gedraagt zich als een Arabier. Ja. Het verschilt heel erg welke koudbloed, maar bij, zeg maar, bij een warmbloed zoals Brownie zou ik iets meer koudbloed willen. In de zin van als er dingen spannend zijn, ja. Dat ze het hoofdje wat meer cool, letterlijk cool houden. Ja, precies. Ja. Ook wel logisch, eigenlijk. En dat waren ze volgens mij. Nou, we zijn een heel eind gekomen vandaag. Maar we hebben nog wel een dag nodig om nog meer te doen. Ik ga jullie laten zien hoe het nu geworden is. En ik laat ook even zien wat we nog willen doen. Dus, ik draai jullie even om. Hier kom je nu binnen. En dan is deze kast helemaal gesorteerd. Dus die is helemaal netjes. Ik ben blij. Heel blij. Dan hangen daar gewoon de zadels. Daar staan nu weer laarzen. Deze kast heeft Celeste net een beetje gesorteerd. Maar die moeten we dus nog draaien. Zodat daarnaast nog een zadelsteun past. Dus dat moeten we nog doen. Hier stonden die twee zadelsteunen. Die hebben we nog even weggelaten. Totdat we dan dat gaan doen. Dan hierboven hangt nog allemaal troep. Daar willen we dus dekjessteunen op gaan hangen. En hier heb ik de hoofdstellen even gesorteerd. En daar wil ik nog vier haken boven, wat ik net al zei. Om nog meer halsters en hoofdstellen en touwtjes kwijt te kunnen. Omdat dit gewoon te veel is. Dus, dit is tot hoever we zijn gekomen. En ik ben best heel tevreden met hoe het er tot nu toe al uitziet. Ja, dus jullie krijgen nog een deel 2 hiervan. En ja, dankjewel voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dit leuk vond. En meer video's wil zien. En ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.